Hallo, goedemorgen en welkom bij de porseleinsessie. Ik zeg wel goedemorgen omdat het bij mij nog heel vroeg is, maar bij u is het misschien avond of middag. Of in elk geval, ik heet u van harte welkom. We zijn aan sessie 64 beland. Het gewicht waar we aan beland zijn is dan 5,9 kilo. En je kunt zowel aan mijn stem horen als misschien zien dat het nog heel vroeg in de morgen is. Maar dat is natuurlijk zo als je een challenge wilt opnemen en je hebt voor de rest van een dag in een tijd, ja, dan moet je dat morgens heel vroeg doen. Je bent trouwens ook een heel klein beetje hees, want ik ben gisteren naar een karaoke sessie geweest. Ik heb mij daar volledig laten gaan, dus mijn stem is een beetje weg. Ik wou nog iets laten zien dat ik hier nu al even heb achter mij staan. Maar ik moet voorzichtig zijn. Want het is niet gebakken, maar dat is nog een stuk van de vorm die ik heb laten draaien door José Mariscalas, die hier was in de tent, in porselein. En dat was 5 kilo. Ik heb die dan daarna doorgesneden, eigenlijk vooral om te zien hoe dat die een opbouw is van onder. En die is nu al een beetje opgesteven, maar ik weet niet of je het kunt zien, maar dat is ook hier. Vrij dik. Dit moest zo dik niet zijn, maar dit is toch iets met porselein dat onoverkomelijk is, dat echt wel dikker is hier. En als die nat was, was dat natuurlijk nog meer, want die is ondertussen al wat gekrompen. Dus dat stelde mij een klein beetje gerust dat er van onder toch wel wat gewicht mag inzitten. Natuurlijk, bij hem is dat allemaal dan daarna veel super egaal en ja, die vorm was perfect, er was niets op aan te merken. Ik weet zeker nog niet waar dat ik moet zijn, maar het heeft me toch een klein beetje een idee gegeven van waar ik naartoe moet. Hè. Het is heel moeilijk als je zo'n challenge doet en je hebt geen referentie. We hebben die toen ook opgemeten, dat was 5 kilo en die was 31 diameter en 31 hoogte. En dat was dan nadien wel meer een referentie natuurlijk. Nu zit het wel aan 4,5 kilo. Dus ik zou eigenlijk al een meer moeten zitten. Maar niet echt is, maar niet is kan nog komen, zeg ik altijd. Dus we gaan er vandaag nog eens terug een lap op geven. Dat onderste stuk heb ik al gecentreerd en dat is een stuk van 3 kilo 150. Dus voilà, let's do this. Een beetje een luchtbel daar ploppen. Ik hoop dat het er dan nu uit is.
19,5 heb ik. En 20 buitenkant. Misschien even belangrijk om mee te geven. Ik heb er nu echt veel meer aandacht aan gegeven aan het feit dat de wanden overal even dik zijn. Als ik die strak uitduw, dat ik niet dikke en dunne stukken tegenkom. Nee, dat hoop ik toch. Oh. Oh, vind ik deze echt zo moeilijk. Ik ga hem nog even van binnen. Oeh, steviger. Oké. Okay. Hallo, ja, sorry, ik kom even onderbreken, want ik heb een belangrijke mededeling. En dat is namelijk dat heel deze challenge die je nu aan het zien bent, gesponsord wordt door mijn cursus Beter Draaien. Dat is een cursus voor semi-gevorderden. Dat is vooral voor u als je wilt leren hoger optrekken, als je meer volume wilt in je werk en als je meer je klei eruit wilt krijgen, ook als je wilt terugsluiten en nekjes. Eigenlijk de dingen die in een challenge aan bod komen. Als je dat wilt kunnen, dan raad ik u van harte de cursus Beter Draaien aan. We beginnen bij het begin, we beginnen bij 1 kilo en we gaan stilletjes aan opbouwen naar de 2 kilo. En ik neem jullie ook mee in hoe dat je curves moet zetten, hoe dat je je loomer moet gebruiken, wat dat de meest voorkomende fouten zijn en zo verder. Als je op de link hieronder klikt, dan kun je je e-mailadres achterlaten en in ruil daarvoor krijg je alvast de eerste 3 video's van die cursus gratis. Dus ik zou zeggen, vul dat nu in en dan laat ik u verder gerust en kun je verder kijken naar de challenge. Oké, ik ben klaar voor het bovenste stuk te draaien. Ik heb al gecentreerd. Een probleemke. Ik heb niet 100% goed geopend. Ah.
deze is 19. Een klein 20. Nog een heel klein beetje naar buiten zetten, denk ik. Oké, tijd om een beetje op te stijven. Allee, de pot dan. Dit is terug het onderste stuk. Ik heb ze allebei een heel klein beetje opgesteven. Ik moet wel zeggen dat ik de onderste niet te veel heb geblazen. Hij is nog redelijk stevig. En ik heb gemerkt dat als ik die wil uitduwen en ik heb te veel die gedroogd, dat ik dat dan moet forceren. Dus ik ga eens proberen dat als dat niet zo hard is uitgeduwd, dat dat dan niet beter lukt. 1, 2, 3. Dat lijkt nu misschien raar dat ik dat doe, maar als dat niet schuift, kan ik dat ook echt. Kan ik niks voelen, kan ik niks doen. Dat is niet de bedoeling. Hè? Ik ga er op vroeg of laat iets anders moeten opvinden, maar ik wil nu gewoon kunnen ene keer over heel die pot gaan en voelen waar het er eventueel nog dikke en dunne stukken zitten voordat ik die nog begin rond te zetten.
Oké, voorlopig is het goed. Misschien moet ik hier gewoon een mentaal screenshot van nemen, nu dat het nog oké is. Want ik kan hem nu hier van onder echt nog een heel stuk uitbollen. En dat is niet zonder risico, hè. Misschien moet ik dat met deze doen. Nee, geen goed plan. Jammer, dat is toch jammer, is toch jammer. En als dat begint, dan stopt dat niet, hè. Het gaat niet meer goed, hè, er van onder. Hoe meer dat je probeert om dat recht te zetten, hoe erger dat dan wordt, hè. Heel veel, heel lelijke scheldwoorden gaan er door mijn kop. Echt heel veel. Ah, zo frustrerend, hè. Zo frustrerend. Ja, weet dat nog zien wat naartoe te doen. Is niet dat ik dat nog kan gebruiken, hè. Ah, nee, het is jammer, ik was zo goed op weg. Ah, die is groot, hè. Het is groot, het is rond. En ik wist dat het een risico was van hem van onder nog verder uit te duwen, maar ja. En ik wil wel die vorm hebben, hè. Ik wil dat wel rond hebben, hè. Ah, bon. De screenshot in mijn hoofd, dat was dus nodig. Ik was goed op weg. Nu is het ook veel gelijkmatiger hier. Dus dat is goed. Dat is allemaal heel gelijkmatig. Het zit allemaal goed. Dit is oké. Okay. Het is eigenlijk allemaal oké. Okay, alleen controle verloren. Ja, kijk. En ik had dus nu minder geblazen. Dus hij was zachter. Waardoor dat ik hem dus wel makkelijker kon rondzetten. Maar waardoor dat hij misschien dan wel eens uit is doorgezakt, hè. Dus ja, elk voordeel heeft zijn nadeel en dan zit het daar weer mee. Hè? Dus oké. Wat ook lastig was, wat ook lastig is, is... Ik weet dat dat een goede tool is, hè? Dus die tool met die tandjes. Ik weet dat dat een goede tool is, maar die is eigenlijk net iets te groot voor mijn handen. En ik krijg dat precies niet. Het probleem is dat als ik met mijn vinger doe, weet ik eigenlijk perfect waar die zitten. Dus ik duw aan de binnenkant naar buiten en ik weet perfect waar die andere hand moet zitten om dat te begeleiden. Maar met die tool, als ik het zo doe, dan zit die altijd al veel hoger als ik met die buitenste hand nog hier ben. Dus ik heb veel minder gevoel in die afstand tussen de twee.
Dus, en die tool werkt op zich wel goed, omdat je voelt gewoon dat alles steviger wordt. Maar ik heb daar niet genoeg gevoel mee. Dus dat is een kwestie van nou, we gaan eraan te winnen waarschijnlijk, maar dan is het altijd, doe ik het wel, doe ik het niet. De buitenkant ook. Als je die op elkaar hebt gezet, dan moet je zo een keer eens even kunnen voelen of dat alles even dik is. Maar als dat droog is en dat stremt, dan kun je niks voelen en je kunt ook niet corrigeren. Dus dan moet je dat helemaal terug nat maken, maar je hebt het juist droog gemaakt voordat het wat steviger zou zijn. Dus dat heeft geen zin, dat klopt niet. Dus ik ga meer gevoel moeten krijgen met die tools. Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. En dat eventueel met twee tools doen. Maar manneke, dat is moeilijk. Hè? Dat is echt moeilijk. Oké, bon. Dat was sessie 64. Ik heb mij geamuseerd. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En tot de volgende.